Zorg en zekerheid Leiden Basketbal is uitgeschakeld in de FIBA Europe Cup nadat er in een bloedstollende wedstrijd werd verloren van de Turkse topploeg Başakşehir College. Het massaal toegestroomde Leidse publiek had eerst nog twijfels over een mogelijke overwinning op de Turken. In de uitwedstrijd werd ZZ Leiden tenslotte nog met 22 punten verschil van de mat gespeeld. Gedurende de tweede periode werd het gat langzaam gedicht en vanaf de derde periode bleek Leiden wel degelijk voor de winst te gaan. Met 66-64 werd voor het eerst de voorsprong gepakt. Het publiek stond op de banken en geloofde er net als de spelers in. Voel je je bestolen? Nee hoor, het eindresultaat is het eindresultaat. Het is heel simpel. En uiteindelijk hebben we het niet gehaald deze wedstrijd. Dat was jammer. Er zat meer in. Ik denk dat we iets meer verdiend hadden. Maar uiteindelijk zijn ze scherp op het einde. En dat verdienen ze. Hoe sta je hier? Ja. Niet teleurgesteld, laten we zo zeggen. We hebben een heel goede wedstrijd gespeeld. En ondanks achterstonden, ze hebben teruggevochten en hebben een wedstrijd van gemaakt. Jammer hebben we twee calls niet meegekregen aan het eind. Maar we hadden het niet zo ver moeten laten komen. En ik denk dat we heel goed hebben gespeeld. Ja, vooral de tweede helft was ongelooflijk toen jullie in één keer terugkwamen en overheen gingen. Ja, zeker weten. En ik denk dat we gewoon aantoont dat we een heel goed team zijn. Maar we moeten een beetje langer dat kunnen volhouden. Nee, ik denk dat je in het begin hebt gezien hoe moeilijk het is om deze ploeg te spelen. En uiteindelijk kreeg het goed voor elkaar om in die wedstrijd te komen. Eigenlijk volgens plan, hè, in de rust ook over gehad. Ja, hoe kan je uiteindelijk jezelf stap voor stap in die wedstrijd brengen? Lukt eigenlijk heel erg goed. Ja, op het eind wordt het een dubbeltje op zijn kant. Moet je ook een beetje geluk hebben. Ja, want de hele tijd was er best een gat. Pas bij 66-64 kwamen jullie voor het eerst op voorsprong. En vanaf dat moment was het eigenlijk meteen een hele andere wedstrijd. Ja, ik dacht dat we zelfs op een gegeven moment 5 voorkwamen, 6. Schieten ze toch wel mooie ballen erin. Dan was ze missen, pakken aan van de rebound. We hebben één belangrijk balverlies op het moment. Ja, dat wordt afgeslacht. Ik bekijk het heel positief. Ja, je kan niet alles winnen. En ik zie het als groeimoment. Ik hoop dat we van elke moment te leren. En dat kunnen meedragen naar de play-offs. Ja, want er is nog één prijs die gewoon nog te winnen is, hè? De belangrijkste natuurlijk, dus daarvoor gaan we in. Wat is dan het verschil tussen zo'n eerste helft en een tweede helft? Nou, ik denk dat zij in het begin heel veel energie hadden en daardoor goed aan het verdedigen waren. Wij moeilijk in de aanval kwamen. Op een gegeven moment zijn ze ook met een 6-man rotatie. Dus uiteindelijk is de lucht er ook al een beetje uit aan hun kant. Ik wil toch even over die laatste minuut hebben. Het begint eigenlijk dat Nouni Elmot eruit moet. 5 persoonlijke fouten. Taylor Persons, geblesseerd. Dan ook nog een scheidsrechtersbeslissing waar niemand in Leiden het mee eens was. Ja, maar kijk, ik denk dat het voor ons niet uitmaakt. Zeker niet in deze wedstrijd wie er op het veld stond. Ik denk dat alle 8 die op het veld hebben gestaan prima hebben gedaan. Dus daar had ik eigenlijk nog niet eens zoveel zorgen over. Het zat gelijk en uiteindelijk op het eind nog 1 aanval van hun kant. En dan, wat ik zeg, moet je ook een beetje geluk hebben. We gaan de tape nog eens bekijken. Scheidsrechter vond dat het hun bal was en wij vonden dat het onze bal was. Uiteindelijk pakken ze een aanvallende rebound weer uit te scoren. Dat is denk ik even het verschil. Ja, het zijn allemaal dingen die in een wedstrijd behoren te zijn. En daarom moet je als team gewoon goede beslissingen maken, zodat je niet in die positie komt te staan, denk ik. En hebben we een beetje gefaald daarin. We hadden de positie om verder uit te lopen en hebben we niet gedaan. En hebben de Turken met hun ervaring er gretig gebruik van gemaakt. Wat vind je nou het belangrijkste om mee te nemen uit deze wedstrijd? Nou kijk, we hebben hier van de Russen gewonnen. Dat deden we met uiteindelijk een fitte ploeg. Daarna hebben we blessures gehad. En eigenlijk zijn we sinds Zwolle, afgelopen weekend, zijn we weer met 8 spelers. En je ziet uiteindelijk dat een hele mooie stijgende lijn laat zien. Daar hebben we het ook over gehad. Dat weten we ook, dat we dat kunnen. Winnen in Zwolle met 13 of 12. En hadden er ook 16 kunnen zijn. En hier uiteindelijk hadden we die pot ook kunnen winnen. Nu lig je eruit, maar je moet nog wel even naar Siberië. Ja, toch een leuke ervaring, laten we zo zeggen. En we gaan gewoon voor de winst. Want je bent competitief, je gaat voor de winst. En dan gaan we ons focussen op het belangrijke, op het kampioenschap nu.
Eigenlijk twee keer een goede wedstrijd, maar twee keer net niet genoeg. Gaat dat invloed hebben nog op de mentaliteit van de ploeg? Nou ja, dat zeker niet. Ik bedoel, we gaan gewoon verder. En, ik denk dat de stijgende lijn prima is. En, je moet soms ook een beetje geduld hebben. En ook soms bescheiden zijn. In dit geval hebben we gewoon verloren en that's it. Je hebt wel eens eerder in onze microfoon gezegd, we moeten niet allemaal de held willen uithangen. Was dat vandaag weer het geval? Ja, denk ik wel. Want op het moment dat je twee, drie mannen te veel ziet dribbelen, dan geef je de verdediging wat makkelijker werk. Want iedereen kijkt naar je. En het moment dat we mooi samenspelen, heb je het zelf vandaag tegen de Turken, dan zie je dat ze moeite ermee hebben. Dus dat moeten we blijven doen. En als er nog één prijs te pakken, volgens Sergio de Randami de belangrijkste? Ja, nou ja, ik vond die Europa Cup ook wel belangrijk. Maar nee, joh, we gaan nu gewoon richting de play-offs werken en step by step. Is jullie dipje nu voorbij? Welk dipje?